Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play New Super Mario Bros. Wii. In de vorige aflevering zijn we begonnen bij wereld 7. 7-3. We hebben in ieder geval een paar levels gehaald, 2 secret endings gehad en we gaan in deze aflevering beginnen met 7-4. Of 74, of hoe dat je het fijn vindt om te noemen. Batterij! Nog steeds met dezelfde batterij bezig. Ik heb hier voor de zekerheid al reservebatterijen klaar liggen, zo erg is het al. Hey, ik wil wel op zijn minst iets aan die sterren hebben, hè. Goed. Dus ik heb, dat is het grappige, ik heb ze hier al voor de zekerheid liggen, reservebatterij, mocht deze batterij ermee uitscheiden. Maar volgens mij scheiden deze batterij er nog niet eens mee uit. En wat een blije blokjes en een blije muntjes. Oké, dus we hebben weer Bullet Feest. Jij ziet er nogal verdacht uit. Nee? Oké. Wacht even, die wolken dit. Oh boy. Als ik me niet vergis, heb je hier stiek. Deze muntjes die zijn nogal lastig te vinden, zover ik me kan herinneren. Ja, die ga je eens even bevriezen. Waar zit die? Weer een ijsbloem. Dus het meeste wat je wilt doen is proberen zoveel mogelijk rook weg te halen. Of ja, rookwolken eigenlijk. En bloep. En op zo'n manier kun je dus zeg maar heel erg makkelijk kijken of daaronder niet stiekem een starcoin verborgen zit. En dat is gemeen. Oh, daar zit er een. Wow! Hallo daar, mister. Oh, nee, dat kan ik niet halen zo. Oké, screw it. Wat mag ik dan? Oh, ik moet in die rode hier. Dat hij je enigszins die niet bewegen soms doet. Oké. Okidokie. Oké, dus dan moet je die schakelen en dan moet je aanraken zodat we dus zeg maar dit kunnen. Dan doe ik eerst eventjes groot worden. En als ik me niet vergis, kennen wij zo. Helemaal niks. Wat hadden jullie dan verwacht? Dat er dan wel iets uit zou komen? Kom nou. We spelen Mario, hè? Dan moet je juist niks verwachten. Dus ja, die plateautjes die bestuur je dus op een hele andere wijze als dat we dat eerder hebben gedaan. Deze plateautjes die bestuur je dus zeg maar door gewoon één keertje naar links of naar rechts te shuffelen. Wat is hier het nut van? Juist. Om daar één keer dus naar links of naar rechts te shuffelen en zo kun je dus zeg maar die te pakken krijgen. Oké. Deze die is daarentegen wel weer een beetje sneaky. Maar je wil dus weer gewoon hier naar beneden springen en dan wil je pas de plateautjes overschakelen. Want anders ga je een hele pijnlijke dood tegemoet en dat wil natuurlijk helemaal niemand. Oké, nou ik hou hem schuin. Want ik vertrouw. Wacht even. Nee, ik denk eigenlijk. Oké. Ik vertrouw dit spel voor geen meter. En zeker niet bij motion controls, want dat haat mij. Maar Skyward Sword deed het prima eigenlijk. Wacht eens even. Dit mag nog niet het einde van het level zijn, hè? Oh. Ken ik het? Hij valt er gewoon van. Oh, dat is flame. Dat is flame. Ik bedoel, anders had ik het gewoon gehaald. Ja, nou heb ik de power-up nodig. Dankjewel. Ga weg jij. Oké, nou. Ik wil die laatste starcoin hebben. En ik hoop dat ik hem kan vinden. Want anders heb ik een heel groot probleem. Ik hou niet van een probleem. Zit ik hier ook in? Nee? Oh. Oké. Wij lopen even verder. Ik heb echt weinig eigenlijk om over te praten. Ik bedoel, we zitten nou hier echt meer in de wolken dan. Waarom? Waarom heb ik zo'n gevoel dat ik daar bovenin moet? Waarom doe ik zo moeilijk? Oh, echt overal waar ik denk dat de secret zit, daar zit helemaal niks. Oh boy. Daar beneden iets? Oh boy. Ze maakten een klinkeluidje, hoorden jullie daar? Oké, nou, ik ben bang! En dat had dus ook een hele goede reden. Oh ja, dit is. Oh boy. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dan maar met een propellermutsje.
Ik ga niet moeilijk doen als ze mij zelfs algemeen aanpakken. Even een grappig feitje. In dit level zit een oneindige levenstrucje. Als je hier op de bullet bills blijft springen... Een van de meest bekende one-up trucjes eigenlijk in het spel. Dus mocht je ooit laag op leven zitten of mocht je een tweede speler hebben die niet zo goed is in het overleven van dit spel. Ga even een paar keer langs dit wereldje om eventjes oneindig levens te krijgen. Ik weet het, er zijn ook eerdere plekken waar je al veel meer levens kan krijgen in het, om het nog makkelijker te maken voor jezelf natuurlijk. Maar dat is toevallig degene die ik heel goed uit mijn hoofd ken. Aangezien het hier ook erg makkelijk te doen is. Dus ben ik jullie ook even gelijk laten zien. Ben ik ook weer tevreden over, denk ik zo. Oké dan. Nou, dat was level 7-4. Dan gaan we nu maar naar level 7-5. Waar we eigenlijk al naartoe konden vanaf het moment dat we dus deze aflevering begonnen. Eens kijken hoe boeiend 7-5 dan batterij wel niet is. Oh, dit is met die Cloud Patrols. Oh, verschrikkelijke dingen. Wat die beesten dus eigenlijk doen is... alsof dat we die niet al zagen. Die is wel heel erg lui verborgen. Wat die Cloud Patrol beesten zeg maar doen... die blazen dus een wolk van rook voor hun dingetjes. Waardoor dat je dus daar niet echt doorheen kan kijken. En als je dus zeg maar een spinaanval doet, dan kun je er gewoon weer doorheen kijken. Dus... Ik vind het hele vervelende vijandjes. Het is zo niet aardig dat we niet mogen zien wat we doen. En daar zit zeker een leven. Oh, een vuurbloem. Waarom zou ik een vuurbloem nemen? Ik bedoel, serieus, ik wil dit hebben. Yay! Ik kan dingen zien! Hier zit ergens een starcoin, hè? Oh, je bedekt dat juist helemaal met rook om geen starcoin... Weet je, spel? Die is echt gemeen. Gewoon. Gemeen. Nee. Jij gaat eventjes kapot. Of weg. En ik ga even kijken of hier boven iets zit. Helemaal niks. Nou, volgens mij denk ik weer te moeilijk na. En ik heb al in de comments te horen gekregen van jou, Zelda player. Niet vervelend bedoeld of zo, maar... Jij doet gewoon moeilijk. Net zoals nu. Waarom heb ik die vuurbloem gepakt? Hier zit zeker nergens een Koopa Shell in de buurt. Oh, toch wel. Oké. We pakken gewoon die Koopa Shell. Oké. Oh boy. Dat had ik eerder mogen weten. Gered door de P-switch. Oké. Mij ook niet klagen. Oké, jullie wijzen daar naar boven. Omdat daar een leven zit. Oké, hartstikke leuk. Ja, ik weet niet. Soms dan denk ik inderdaad gewoon een beetje te ingewikkeld. Dan denk ik gewoon van... Oh, dus zo willen ze dat ik dat doe. Maar deze starcoins, die waren eigenlijk... Waarom doe ik dit? Deze starcoins waren eigenlijk dus heel erg makkelijk te vinden. Jongen. Dat was echt de uitglijer van de dag, hoor. Dat was gewoon Minecraft hardcore waardig, zo'n uitglijer. Nou. Maar goed, we hebben 7-5 gedaan. Dus op de wereld 7-6. Dat dus eigenlijk een heel erg secret level is. Nee, we hebben eerst Lakitu waar we eventjes tegen moeten vechten. Patraai! Maar, nou ik jullie toch nog zo eventjes spreek. Ik kreeg dus heel erg veel van waarom geen counter op iets. En elke let's play heeft wel eigenlijk zijn eigen dingetje. Net zoals de HD ping counter. Ja, ik edit het er niet in hoor. Morgen heb ik al genoeg editwerk te doen. Maar goed, buiten dat. Deze let's play. Ja, de Wind Waker had dus echt gewoon zijn gimmick. Dat was in HD. Heel erg simpel. De Luigi Galaxy. Dat begon eigenlijk, ja, de batterij die is eigenlijk daar een beetje rond die koers begonnen. Maar goed, Wereld 7-6 gaan we al gelijk beginnen. Volgens mij is dit het level waar jullie op zaten te wachten, hopen, smeken dat ik deze zo snel mogelijk zou gaan doen. En, oh mijn god, wat heb ik gelijk. Dit is het meest gevreesde level in New Super Mario Bros. Wii. Ik haat dit level. En dat heeft een reden. Als ik nou wist uit mijn hoofd waar de starcoins zaten... Dan had ik niet zoveel te vrezen. Zit hier niet trouwens een...
Oeh, nee. Dat... Nee! Nee, waarom? Waarom? Oh. Volgens mij wil je hier juist echt een propellerhead voor hebben of zo. Die ga ik niet meer... Omlaag jij. Om dit heel eventjes te verduidelijken. De grote die zakken dus naar beneden. En de kleintjes die vallen er of die vliegen weer omhoog. Je krijgt hier heel erg veel levens. Want elke keer als je op zo'n beest springt, hoor je dus zeg maar een plinkgeluidje. Dat plinkgeluidje dat staat voor een counter of iets. En op... Ieder plinkgeluidje wat je dus hoort, duidt dus aan voor een counter. Die je vertelt. Dat je dus zeg maar dichtbij een leven bent. Oh. Oké, nou ik heb nou wel met dit, deze dingen heb ik wel gelijk gezegd van ik pak eventjes... Dankjewel. Ik heb maar even hierbij gekozen van ik pak toch maar heel eventjes een propellerhoed. Dit spel is niet zo vriendelijk om je een propellerhoed te geven. Hier moet je dus echt een propellerhoed hebben van van de dingamajinks. Je moet hier echt een propellerhoed hebben van je inventory, want anders krijg je hem niet. Hou daar rekening mee. En, nee. Oh boy. Ik weet dat ik hier heel erg laag moet. Ik neem jou gewoon. Jij gaat met mij mee naar beneden. Ik wil die munt. Daarvoor heb ik die propellerhoed. Daarvoor, dat was de reden waarom dat ik die propellerhoed had. Oh, ik moet er niet aan denken om dit zonder propellerhoed te doen. Nou, kun je nagaan wat voor een kwelling dat is. En maak je geen zorgen hoor. Er komt een kwelling aan. Ik kan jullie verzekeren dat er een kwelling aankomt dit weekend. Of ja, niet... Ja, volgend jaar dus. Een soort van iets in die trend. Juist. Hé, kijk, het vlaggetje. Ja, ik weet niet. Ik vond het toch wel raar eigenlijk dat dit zo mijn laatste opnamesessie is voor mijn eigen kanaal. In het jaar 2014. Maar goed, ik denk dat ik over 2014 nog wel het een en ander te zeggen heb. Maar beste kijkers, ik denk dat ik dat op de... Ik denk dat ik dat voor morgen bewaar. Ik bedoel, morgen is het oudjaarsdag. En dit zorg ik er eigenlijk voor dat we dus zeg maar gelijk naar de baas toe kunnen lopen. En dat moet ik dadelijk in de morgen... Ja, in de volgende aflevering moet ik dus ook iets laten zien. Dus ik denk dat ik daar... Ik denk dat ik daar mooi... 2014 gaan we het mooi over hebben in de volgende aflevering. Ik denk dat ik wel heel erg veel gespreksvoer heb over 2014. En natuurlijk, maak je geen zorgen. Ik ga jullie ook natuurlijk heel veel vertellen over het spel. Dus ik hoop jullie te zien morgen bij een nieuwe aflevering van Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. Dus ja... Tot morgen. Doei!